En met het oog op de komende feestdagen start de stichting No Budget een kerstpakketten- en cadeaubonnenactie voor minder bedeelden in Almere. Yvette Eersel van de stichting No Budget Almere, goedemiddag. 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 Hey, het mogen misschien wel duidelijk zijn dat iedereen recht heeft op een kerstpakket, vinden jullie, hè? Jazeker. Ja, want er zijn nog steeds heel veel mensen die het niet krijgen. Helaas, in Almere alleen al zijn het 9000 gezinnen. Hè? En als je één kind hebt, dan zijn het er al 18. Ja. Ga zo maar door. Die geen pakket krijgen. Maar kerstpakketten linken we meestal aan werk, toch? Klopt. Nou, vandaar dat ze hem dus niet krijgen. En dat zijn 9000 mensen die dus geen werk hebben. Die in een uitkeringssituatie zitten. Ja. Of onder de minimumloon of dat soort dingen. En wij vinden dat... Kijk, het hart van kerst is toch wel het geven. Hè? Als je vanuit het geloof gaat, dan heeft God zijn enige geboren zoon gegeven. Mm-hmm. Dus wij hebben zo gedacht van... Nou ja, misschien is het moment om geven dan het punt met kerst te maken. Maar dan aan mensen die het niet hebben. Dat je ook iets kostbaars aan een ander kan geven. Oké, ze krijgen het dus helemaal gratis. Jullie geven het gewoon echt weg. We geven het weg. Ja, natuurlijk geven we het gratis. We geven in principe alles gratis weg. Ja, maar niks is gratis in deze wereld. Nee, dat wil nog niet zeggen dat wij het niet gratis kunnen doen. Nou, dat klopt ook, want de kosten om het werk uit te voeren, die zijn er natuurlijk wel. Ja, maar hoe komen jullie daaraan? Nou, via fondsen werven, acties die we uitvoeren, kerken die we vragen om een liefdesgift te geven, vrienden, kennissen, wij zelf, noem maar op. En wat is dat dan voor werk dat gedaan moet worden? We zijn een stichting voor minder bedeelden. Mm-hmm. En we hebben 3 pilaren, zou ik maar zeggen. En de ene is dus een gratis restaurant. Waar de minder bedeelde gezinnen gratis komen eten. En een 3-gangen-menu krijgen. En dat is heel leuk. Want dan mogen ze eigenlijk een avondje weg. Want ze kunnen nooit eens weg. Hè? Nee, dat laat je als eerste staan natuurlijk. Als je daar geen geld voor hebt. Je kan niet naar een restaurant. Nee. En waar zit dat restaurant? We hebben 3 restaurants in Almere. Eén in Buurtcentrum De Ruimte. Buurtcentrum Kolkzicht. En tot voor kort hadden we in Haven 1. Maar helaas, door tekort aan vrijwilligers hebben die moeten sluiten. Mm-hmm. Maar de nood is wel heel erg hoog, hoor, qua het zorgen voor deze mensen. Ja. Dat is 1 poot. En dan mm-hmm. hebben we No Budget Shopje. Dat is een gratis shopje. Ja, gratis. Ja. Voor de minder bedeelden die gratis kleding of artikelen kunnen ophalen. En dat is een pop-up shopje. Dus als het restaurant open gaat, gaat ook het kledingshopje open. Nou, hoe moet je nou laten blijken, zeg maar, dat je dat geld inderdaad niet hebt? Dat je geen werk hebt? En... Dat kan je bewijzen door je uitkeringsspecificaties. Dus dat moet je meenemen. Want de nieuwe armoede is, je hebt wel een baan, maar je hebt toch tekort. Ja. Dat is de nieuwe armoede. Of je zit nog in de schuldhulpsanering en je hebt wel een baan, maar dan krijg je €40 in de week om mee rond te komen met kinderen. Nou, mm-hmm. Dan is niet te doen. Nee, echt niet. Is niet te doen. Oké, en daar gaan jullie dan een steuntje voor in de rug geven. Ja. Door een kerstpakket. De dingen die jullie krijgen, waar komt dat vandaan? Wij werken samen met Er is Hoop voor Morgen. Dat is een soort van voedselloket in Amsterdam. Daar halen we, dat is de 3e poot. We geven namelijk ook voedselpakketten aan deze gezinnen. Elke week kunnen ze zo'n tas vol met boodschappen bij ons ophalen. Ook gratis, alleen de benzinekosten wordt wel door hun betaald. Mm-hmm. We werken, soms krijgen we van de Vla nog het een en ander. Iedereen die maar wat wil schenken. Mm-hmm. Ja, dus jullie werken ook samen met het voedselloket Almere ook daarin? Ook wel, ja. Als ze wat over hebben, dat ze zeggen... Nou, Yvette, kom maar ophalen. Nou, dan gaan we met de grote auto en dan halen we de boel op. En dan distribueren. Nog een klein dingetje erbij ook. Ik hoorde wel eens van mensen, voordat je pas in dat traject zit... van dat je je aan kan melden, dat je die specificaties hebt en zo van je uitkering. Daar gaat altijd wel een tijdje overheen. Stel, je bent nu net sinds een week of 3 baan kwijt. Of jij bent ziek, je werkt in het ziekenhuis of zo. Je baan is eraan. En nu vanaf 1 december ben je werkloos. En gaat dat traject nu pas in. Hebben jullie iets, een soort van nood? Opvang daarvoor of zo? Wij luisteren altijd eerst naar de persoon. En daaruit maken we een beslissing. Is dit waar? Is dit niet waar? Komen ze ervoor in aanmerking? Dan krijgen ze gewoon een pakket. Kijk, weet je, honger is honger. Uh-huh. En als je zegt, ik heb geen eten, dan heb je geen eten. Dat is voor mij de maatstaf. Ja,
Nou, 9000 gezinnen vind ik wel heel erg schrijnend. Daar moeten we echt met z'n allen wat aan proberen te doen om dat in ieder geval terug te krijgen. En vooral deze kerstdagen, dat we dat geven echt in stand houden door dat wat kostbaar is aan een andere mee te geven. Dat kan door cadeaubonnen die we hebben liggen. Ja. Weet je, soms heb je in een la vol met die... We hebben allemaal wel iets liggen waar allemaal jullie heel veel aan hebben. Waar, snap je? Ja, waar wij te veel hebben. Als de mensen nu zitten te luisteren en zeggen van... ja, inderdaad, ik heb nog van die cadeaubonnen liggen... of ik heb nog de goedbonnen voor iets of wat dan ook. Hoe komen ze met jullie in contact? nobudget.al@gmail.com. Daar krijg je afleveradressen en ook waar de cadeaubonnen naartoe kunnen. nobudget.al@gmail.com. Dat is correct. Okay. En zit er nog een bepaalde tijd aan? Je zegt, het moet voor die en die dag binnen zijn, want anders krijgen we niet meer op tijd weg. We hebben op 15 december een White Christmas georganiseerd voor de minderbedeelden uit Almere. Ja. Op die dag zouden we sowieso van 10 tot 4 pakketten ingeleverd willen hebben, als mensen dat willen brengen, heel graag. En 's avonds krijgen de mensen het mee terug. Maar de actie loopt tot eind december. Mm-hmm. Want de meesten krijgen hun pakketten pas eind december. Ja. Ja. Dus tot eind december dan kan het worden gebracht naar Randstad 2217. Ook dat krijgen ze in de e-mail mee. Maar het zou heel leuk zijn op ons kerstgala-diner dat iedereen een pakketje meekrijgt. Ja. Hartstikke fijn. nobudget.al@gmail.com. Ik wens jullie heel veel succes met deze actie. En dat het maar een groot succes mag mogen zijn. Heel hartelijk bedankt en fijne feestdagen.